Goed. Lucas 17. We gaan hem niet helemaal lezen hoor. Vanaf vers 22. Lucas 17 vanaf vers 22. En hij zeide tegen de discipelen, dat was de Heer Jezus. Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult die niet zien. En zij zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksemflits van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal het ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit menselijk geslacht. En zoals het gebeurde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen te huwelijk en zij werden ten huwelijk gegeven tot op de dag waarop Noach de ark binnenging en de zondvloed kwam en hen allen deed omkomen. Op dezelfde manier ook, zoals het gebeurde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Op de dag echter waarop Lot uit Sodom wegging, regende het vuur en zwavel uit de hemel en bracht hen alle om. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Wie op die dag op het dak zal zijn met zijn huisraad in huis, moet niet naar beneden gaan om het mee te nemen. En wie op de akker is, moet evenmin terugkeren naar wat hij achterliet. Denk aan de vrouw van Lot. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u. Ja. Ik zeg u, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Twee zullen er op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. En zij antwoordden en zeiden tegen hem, waar, heren? En hij zei tegen hen, waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Is het jullie opgevallen? In de dagen van Noach, in de dagen van Lot, in de dagen van de Zoon. Of op de dag waarop Noach, op de dag waarop Lot, op de dag waarop de Zoon. Wat is de les voor jou en voor mij in de dagen van de Zoon? De dagen waarin wij nu leven. Denk aan de vrouw van Lot. Dit spreekt de Heer Jezus uit aan zijn discipelen. Waarom keek zij terug? Wat had zij achtergelaten? Had de materialistische geest van de tijd haar in de greep? Was zij zich er niet van bewust
dat het haar ondergang werd. De engelen waren toch duidelijk genoeg geweest naar Lot. Waar is jouw hart? Waar zijn jouw verlangens? Ben je bereid om alles los te laten? Wij kennen de verhalen toch wel uit de Tweede Wereldoorlog, waar mensen huis en haard moesten verlaten. Of de watersnoodramp hier in 1953, dat mensen stel op sprong weg moesten. En anders lezen we nu of horen we in het nieuws van bosbranden, orkanen, overstromingen, dat mensen alles moesten achterlaten. Ben je bereid op de dag van de Zoon je bezit los te laten? Het woord is duidelijk genoeg dat die dag eraan komt. Je bereikt er niks mee om je kostbaarheden te redden. Het zou die mensen hun leven gekost hebben als daar de bosbrand aankwam. En nog gauw eventjes de dingen redden. Het zou je leven kosten. Zegt de Heer Jezus niet, waar uw schat is, daar is je hart. U kunt niet God dienen en een mammon. Of wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn leven haat, die zal het behouden tot eeuwig leven. Vers 25. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit menselijk geslacht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Eerst moest hij, de Heer Jezus, is ons voorgegaan. De weg door lijden, kruis, tot heerlijkheid. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader. De Heer Jezus roept ons op om je niet te laten misleiden. De Heer Jezus vergelijkt de dagen van de Zoon des Mensen met de dagen van Noach. Deze dagen, de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. De aarde was vol geweld, dat lees je in Genesis. Hoe zijn de dagen voor zijn komst? De dagen waarin wij nu leven, zijn die niet nagenoeg hetzelfde? Vol geweld, verdorven voor God. Ik maak het eigenlijk gewoon dagelijks mee als je de wereld in kijkt. Van de week ook, want een vrouw allemaal huilen en stress en ze kon even haar auto niet parkeren. En helemaal, en dan denk ik, doe eens niet zo druk. Gewoon zielig. Als je op internet kijkt, hoeveel onreinheid, onpasselijkheid, alles komt er maar voorbij. Reclames die de mensen helemaal dol maken. Is de aarde niet verdorven voor Gods ogen? Het leven bestaat uit eten, drinken, trouwen. Allemaal toch dingen die God heeft ingesteld. Allemaal toch dingen die God heeft gegeven. Er is toch niks mis mee? Maar als je God buiten je leven sluit, zal daar een oordeel over komen. De Heer Jezus verwijst ook naar de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken. Wat opmerkelijk hier is, het huwelijk is weggelaten. Dat hadden ze in Sodom al losgelaten. Afgedaan. Herkenbaar toch in deze tijd? Samenwonen. Gemeenschap voor het huwelijk. Het oordeel komt. Omdat zij alle gewone activiteiten die God heeft ingesteld,
erbuiten laten. Ze hebben God niet nodig. Ze beseffen niet dat het genade is dat wij eten hebben. Mensen beseffen niet dat het genade is dat wij drinken hebben. Men beseft niet dat het huwelijk door God ingesteld is. Men beseft niet dat je, als God mensen bij elkaar brengt, dat je dat niet uit elkaar kan halen. Ban je God uit je leven, dan komt daar het oordeel over. Lot moest zelfs meegesleurd worden door die engelen, omdat hij aarzelde. In de tijd van Noach kwamen de waarschuwingen, al eigenlijk vanaf 120 jaar. Maar doordat de mensen niet tot geloof kwamen, kwam dat moment plotseling. Al 120 jaar heeft deze man gepreekt, al 120 jaar heeft deze man laten zien door midden op het land, waar als ware weinig in water te bekennen was, om daar een gigantisch schip te bouwen. Echt waar. Het was zo zichtbaar. Maar ze verklaarden hem voor gek. En toen kwam die dag plotseling. Toen kwam dat moment. Oordeel over Sodom kwam plotseling. 1 Thessalonicenzen 5 vers 3 schrijft ons. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Dat schrijft hij over de dagen waarin wij nu leven. Als de Zoon des mensen komt, is er geen tijd te verliezen. Dan zal duidelijk worden waar het hart op gericht is. Verwacht je hem? Elke vertraging om te vluchten is fataal. Vertraging wordt veroorzaakt door te kiezen voor je spullen. Door te kiezen voor je goud, je zilver, je huis, je kleding. Heeft dat jou nog in de macht? Heeft dat jou in de greep? Trouw aan de Heere zal de reddende wijsheid zijn. Denk aan de vrouw van Lot. Haar hart was op de plaats waar God het oordeel bracht. Dus haar hart was op de plaats waar het oordeel kwam. Hoe is het met jouw leven? Geef alles, als je het niet hebt gedaan, nu aan Christus Jezus. God zorgt voor jou. Vers 33. Wie zijn leven zal proberen te behouden, zal het verliezen. En wie het zal verliezen, zal het behouden. Ik zeg u, in de nacht, in die nacht zullen er twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen samen malen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de andere zal achtergelaten worden. God weet werkelijk wie zijn kinderen, wie zijn discipelen zijn. We lezen hier over drie situaties waarin mensen zich zullen bevinden als de Heer Jezus plotseling verschijnt. In de nacht, God weet in zijn oordeel te onderscheiden in de nauwste betrekkingen tussen man en vrouw in het huwelijk. Wie wel voor hem leeft, wie niet voor hem leeft. God is de kenner van de harten. In de nacht. Het volgende stuk is in de ochtend. Twee vrouwen die meel aan het malen zijn. Meel werd nagenoeg altijd in de ochtend gemalen, want dat duurde meestal voor een gezin een beetje te malen. Het duurde wel 3 uur om voor je gezin brood te kunnen bakken die dag. Overdag, als men op het veld aan het werk is, ook daar vindt scheiding plaats. Dus je ziet, ook al is het in de nacht,
al is het in de ochtend, al is het overdag. Het zal een moment zijn waar iedereen zal weten van zijn komst. Iedereen zal het zien. Het is voor niemand verborgen. Evenzo zal het zijn op de dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden, vers 30. Kijk niet terug, daar is het oordeel. Ik moet denken aan hoe die twee vrouwen samen moeten werken om die zware steen. Dat was, je hebt ook kleine stenen, maar ze hadden vroeger eigenlijk een grote steen. In het midden, er zat dan een gat in, daar deed je het graan in en aan de twee kanten zat een handvat. En dan liep je zo rond de tafel waar die steen op lag. En doordat je dat graan in het midden, dan kwam het daarna eronderuit en dan was het gemalen. Dus je had ook kleintjes die je met één hand kon draaien, maar je had ook grotere, zodat je harder kon werken en meer kon doen. En dan liepen twee vrouwen als het ware constant om die tafel heen. Ze hadden elkaar nodig. Ze werkten met elkaar. Hoe close ben jij met jouw collega's op het werk? Hoe close ben jij met je buurvrouw, met je vrienden? Zijn zij voorbereid voor die dag? Anders wordt het voor hun een big surprise. Als daar in één keer een broeder en zuster wordt opgenomen. Wordt niet duidelijk in vers 37. En zij antwoorden zeiden hem: waar, heren? En hij zei tegen hen: waar het lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Ik denk dat het in die tijd een spreekwoord was. Of tenminste zo kwam hij wel over als ik het nazocht. Wij zouden zeggen nu in deze tijd: waar vuur is, daar is rook. Maar het zal zichtbaar worden in die dagen wie in Christus is of wie buiten Christus is. Dood door zonde. Maar broeders en zusters, Jezus Christus zegt zelf: mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan. In eeuwigheid. En niemand zal hen uit mijn hand rukken. Broeders en zusters, dat zegt de Heer over ons. Ook niet uit de hand van de Vader. Wie is de Heer Jezus voor jou? Hoe krijgt de Heer Jezus de eerste plaats in jouw leven? Om deel te hebben, moeten wij de Heilige Geest de ruimte geven, de gelegenheid geven om in ons te werken. Bid daar gewoon dagelijks om. Zeg: Heere, werk met uw Heilige Geest. Zodat we kunnen groeien in de genade en de kennis van Christus. Van onze Heiland. Nu. Niet alleen op de dag van zijn komst, maar nu al. De Heer Jezus, zijn hart was vol van liefde, gehoorzaamheid aan de Vader, die de mensen, die jou uit je nood hebt geholpen. Hij wist en weet van onze situatie. Hij weet wat de gevolgen zijn van de zonde. Dat wist de Heer Jezus. Nooit is er iemand op aarde geweest die zo volkomen begrip had van de toekomst van de mens. Zijn hart, het hart van de Heer Jezus, was vol liefde. Jezus kwam niet om ons te oordelen, maar om te redden. Is Christus jou meer waard als alles wat je hier hebt vergaard? Want lees maar mee, 1 Petrus 3. Sorry, 1 Petrus 1, vers 3. G
Geprezen zij God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden. Vul je eigen naam eens in. Nog een keer. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die mij overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijk, onbevlekt en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaard door het geloof tot zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoeking. Opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Broeders en zusters, wat er overblijft is het geloof. En die wordt bewaard en bewaard door God zelf. En dit is onze erfenis, onbevlekt, onverwelkbaar, in de hemel. Dus wij hoeven hier niks mee te nemen. Want onze erfenis is daar. Verwacht hem. Amen.